Voelt nog heel erg ontwerkelijk. Ik kan het allemaal nog niet geloven. De Achterhoek kent een nieuw internationaal kampioen. Mountainbikester Rosa van Doorn uit Zeerenberg is in het Deense Viborg Europees kampioen geworden op het onderdeel marathon. De 23-jarige Achterhoekse kwam na een race van ruim 4 uur als eerst over de streep. Tot haar eigen grote verrassing. Ik had allemaal emoties. Ik moest huilen, lachen, alles door elkaar heen. Eigenlijk, je bent 4 uur lang zo gefocust op de wedstrijd. En dan rij je op de finishlijn heen en dan denk je, oh, wat is hier gebeurd eigenlijk? En dan gaat pas de focus eraf en dan kan je gaan genieten. Het onderdeel marathon is bij het grote publiek nog niet zo bekend. Maar volgens Van Doorn groeit de sport steeds meer. De marathon is eigenlijk gewoon de lange afstand. Meestal zijn het 4, 5, soms 7 uur op de fiets. Het wordt wel steeds bekender ook. En het team is ook gewoon heel erg professioneel. We kunnen er gewoon goed van leven. En ik hoop dat het gewoon nog heel erg meer gaat ontwikkelen. Nu zag je ook wel dat wij in de wedstrijd echt met 15 dames tot aan de tweede ronde bleven. Dus het niveau is ook allemaal gewoon heel erg hoog al. En ik hoop dat het gewoon alleen nog maar beter wordt, het niveau. Zelf is de mountainbikester nog relatief nieuw in de sport. Slechts 4 jaar geleden besloot de kerstverse Europees kampioene om op de mountainbike te stappen. En dat kwam allemaal doordat haar familie een paar jaar geleden besloot om naar de Achterhoek te verhuizen. Ik woonde eerst in Noord-Holland, in Opperdoes, een heel klein dorpje. En toen zijn we hier naartoe verhuisd, naar Montferland. En toen zag ik ook dat we hier konden mountainbiken. En toen ging mijn vader een mountainbike kopen. Dan ben ik ook een mountainbike gaan kopen. En zo ging dat. Deze stap heeft goed uitgepakt. Inmiddels rijdt Van Doorn in Spaanse dienst voor het Buff Megamo team en traint ze veel onder de Spaanse zon. Ja, de Spaanse zijn gewoon heel relaxed. Ik voel me daar heel erg thuis. Ze geven mij heel veel vertrouwen, zodat ik gewoon echt kan presteren. En de sfeer is altijd ontspannen, maar op het moment dat focus moet zijn, is dat dat ook echt. En nu heb je die gouden plak om je nek hangen. Als we even vooruit kijken, wat zijn nog meer doelen voor jou? Dat dit er was gelukt is echt al onwerkelijk van mij. Ik probeer sowieso gewoon elk jaar stapje voor stapje te ontwikkelen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste eigenlijk. En ja, natuurlijk, je hebt ook nog het wereldkampioenschap. Die is ook al over een maand. Ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon doelen van mij. Na het WK in Amerika doet de Achterhoekse mountainbikster nog mee aan meerdere wedstrijden over de hele wereld. Na al dat avontuur kijkt ze er altijd naar uit om weer terug te keren in haar Montferland. Heerlijk, voelt gewoon heel vertrouwd om gewoon weer lekker hier in de rust in de Achterhoek te zitten. En weer bij mijn ouders te zijn. En dat is toch gewoon je uitvalbasis.